PVD, die zegt dan heel belangrijk, halen en hun 2030 doelen niet waar ze zich aan gecommitteerd hebben. Bijna geen geld reserveren voor kernenergie. En dan zeggen dat dat de oplossing is. Ja, dan hou je mensen gewoon voor de gek. Hartelijk welkom bij aflevering nummer 5 van Gamen met Politici, de hekkensluiter aflevering. We hebben van alles gedaan. We hebben Mario Kart, we hebben Age of Empires, we hebben gefifa'd en nu is het dus tijd Roo, voor... stop nou met praten! Ik wil spelen! Ja, jij wil spelen. Ik moet eerst gewoon aandacht als er mensen geen flauw idee waar ze naar aan het kijken zijn. Ik ga je introduceren, Senna. Vind je dat oké? Okay? Dat vind ik oké. Okay. Kom maar door. Jij bent 31 jaar. Jij studeerde politicologie en economie. Je was econoom bij het ministerie van Financiën, docent economie in de Universiteit Leiden. De stad waar je zo'n beetje je hele leven hebt gewoond. En je bent nu de nummer 5 van GroenLinks. Dekt dat een beetje de lading? Het is een suffe introductie, hè? Ja, je bent zoveel meer dan de 3 zinnen of de 5 zinnen of de 10 zinnen. Maar dit zijn allemaal, het klopt allemaal, dus de factcheck is akkoord. We gaan beginnen, Senna. Oké. Okay. Spannend. Oh, het gaat nu al gelijk shit, helemaal... De meltdown! Er is fik in het schip. We moeten het fixen, jongens, samenwerken. Ben je goed samenwerken? Ja, dat is heel belangrijk. Alleen als je samenwerkt, krijg je dingen voor elkaar. Klopt, dat is echt gelijk een heel politiek antwoord. Wanneer was het moment dat je dacht, ik ga de politiek in? Oké, ik kom erachter dat ik dus niet 2 dingen kan doen, maar ik ben nu ook dood. Mag je niet verklappen, hè? Shit. Ja. Ik ga even rondzweven. Ik ben nu ook dood. Ik moet heerlijk zeggen, als je dat een paar jaar geleden tegen me had gezegd, Sen, je gaat de politiek in... Had ik dat helemaal niet geloofd. Wij zijn trouwens ook wel dus een heel saai potje, want er zijn 2 mensen dood, dat zijn wij. Ja, kunnen wij een beetje praten. Het is heel triest. Oké, ik snap nu waarom Dylan tegen mij zei dat het heel moeilijk was met jou kletsen en het spel tegelijkertijd doen. Maar uiteindelijk ben je het dus wel gaan doen. Wat was dat moment? Ik merkte op een gegeven moment dat een soort gevoel steeg van, weet je, ongelijkheid neemt toe, klimaatcrisis dendert op ons af. En ik dacht, ja, ik kan het me gewoon niet zo veroorloven niet in die politiek te geloven. En van thuis heb ik wel meegekregen en mouwen opstroop me meedoen. En ik dacht, ja, we moeten dat gewoon een beetje gaan doen. En dan niet zeuren, maar meedoen. Dus toen heb ik een brief geschreven. Hoe gaat het dan? Want dan stuur je een brief. Stuur je dan een brief met beste Jesse, ik wil de politiek in. Het is heel transparant eigenlijk. Dus eigenlijk alle partijen, op een gegeven moment zoeken ze kandidaten. En nou ja, je moet ook lid zijn. Nou ja, je schrijft een brief en dan, zoals het eigenlijk normaal ook met een sollicitatie gaat, heb je gesprekken, is er een hele assessment en een traject en op een gegeven moment is daar een lijst. Maar dat heb je heel goed gedaan dus. Want waarom sta jij dan op plek 5? Dat moet je dus aan de commissie vragen. Ja, maar weet je, zo'n lijst is natuurlijk ook heel plat. Want we hebben zoveel talent, je hebt zoveel verschillende mensen. Dus het is ook niet zo van, het is geen ranking of zo. Je hebt al die mensen heb je nodig. Je zoekt allemaal inhoudelijke achtergronden. Je wil goede regionale spreiding, man-vrouw verhouding goed, verschillende vakkennis en technische achtergronden. En dat wordt dan zo'n lijst. Vind je dat zo spannend dat je de politieke gaat? Ik krijg ook een hele hoop shit over je heen natuurlijk. Ik kreeg die vraag wel eens, ook vroeger. En dan zei ik altijd, nee, dit ga ik echt, no way. Want politiek is natuurlijk ook wel... Ja, ik denk dat ik wel een soort cynisch gevoel had. Ja, een cynische ondertoon of gevoel over politiek. Dat ik dacht dat ik op andere plekken meer kon bijdragen. Ja. Oh, er is iemand dood. Het was Roel. Nee, ik zat een beetje taakje uit te voeren. Nee, maar, dat geloof ik niet. Sowieso was jij het, Roel. Even kijken wat de uitkomst is. Oh, dit is wel heel slecht nieuws. Sorry, ik... ik heb het heel slecht... Ik heb het echt bijzonder slecht... bijzonder slecht gespeeld. Je was ook de imposter, nice. Ik was het ook. Oké. Ja. En ben je bang dat je dan straks als je in de kamer zit, ben je dan bang dat je een hoop shit over je heen krijgt? Ik hoop dat ik een hele goede backbencher word. Zo iemand die gewoon dingen voor elkaar krijgt, maar dat mensen dan niet weten wie je bent. Dat lijkt me heel leuk. Terwijl je ook wel iemand bent die juist uitgesproken is. Ja, maar je kunt uitgesproken zijn op een manier... Kijk, ik hoef niet elke dag op de televisie. Dat is niet waarom ik dit ben gaan doen. Kom maar door. Iemand vraagt, wat vindt GroenLinks van... wat vinden jullie van kernenergie? Weet je wat het is? Wat wij zeggen, en ik heb me daar ook wel een beetje over gefrustreerd deze campagne. We hebben het nooit over wat doen we tot 2030. En dat is eigenlijk de grote vraag. We hebben nog een paar jaar om die klimaatdoelen te halen. En 1,5 graad, gigantische gevolgen. Het kernenergie is een beetje een nepoplossing. En de reden daartoe is, het duurt 15 jaar voordat je er één gebouwd hebt. Wij vinden dat afval een heel groot probleem. En het kost ook nog eens honderden miljarden of tientallen miljarden, volgens mij 200 miljard, aan overheidssubsidie. Terwijl
het geen oplossing is om die doelen te halen tot 2030. Dus wat ik heel jammer vind, is dat elke keer als we een klimaatstelling hebben in die verkiezingen, is dat we het daar dan over hebben. Terwijl het gaat over, wat doen we tot 2030 om die doelen te halen? En dan is kernenergie gewoon niet een oplossing. En als ik dan toch op dreef ben, een VVD, die zegt dan heel belangrijk, halen en hun 2030 doelen niet waar ze zich aan gecommitteerd hebben. Geen enkele, bijna geen geld reserveren voor kernenergie. En dan zeggen dat dat de oplossing is. Ja, dan hou je mensen gewoon voor de gek. Ga jij het anders doen dan andere politici? Weet je, iets waar ik me heel erg zorgen over maak, is volgens mij is... Ik ben even heel verdrietig. Oké. Sorry. Volgens mij, ik kan het ook gewoon niet. Ik zie hier jouw lichaam is inmiddels. Jouw lichaam is inmiddels gevonden. Ik was zo lekker die documentjes aan het laden. Mijn kandidatuur is in november bekendgemaakt. En dat was de periode ook van toeslagenaffaire en daarna dat hele debat. Ja. En ik merk dat iets is dat ik denk, oh, dat moet echt anders. En tegelijkertijd denk ik, ja, maar dat zal echt iedereen denken die dan die politiek ingaat. Maar hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je dan als je straks in Den Haag komt voorkomen dat het over die waan van de dag gaat? Volgens mij is het heel belangrijk om prioriteiten te stellen en constant te onthouden waarom zijn we dit ook weer aan het doen. Ah, er is er nog maar eentje. Lijkt me wel lastig om dat zo scherp te houden. Ja, dat is volgens mij ook heel moeilijk. En daarom zitten we in het evenwicht waar we nu in zitten. Want ik denk oprecht, alle mensen die in de Kamer komen, ik denk dat die dat over het algemeen doen met de juiste bedoelingen, heeft vaak andere idealen dan mijn partij. En dat je dan, dat schijnbaar de prikkels zo groot zijn om daarin mee te gaan. En dat is echt een opdracht volgens mij aan iedereen. Om elkaar daar scherp op te houden. Turan Megil zegt, hoe wou je enthousiasme en energie in een kamer waar ook wel een hoop cynisme is? Lijkt me zo, je gaat ook heel veel water bij de wijn moeten doen. Politiek in Nederland is groot, we werken samen. En dat klinkt heel gezapig, maar we zijn wel coalitieland. En laten we even eerlijk kijken, als we kijken naar de versplintering, dat wordt heel fix. En dat wordt ook, dat gaat veel vragen van partijen. Ja. Dus dat hoort erbij. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je de afweging maakt van de keuzes die we maken zijn uiteindelijk beter voor Nederland. En ik ben bereid, het zo te doen, dus ik stem daarmee in. En dat moet je aan jezelf en aan de kiezer en aan je partij kunnen uitleggen. En als je dat niet meer kan doen, dan heb je een probleem. Haha, het team heeft gewonnen. Jullie willen als GroenLinks, dat hadden we ook heel veel om te doen, dat startkapitaal. Dat jullie iedereen van 10.000 euro willen geven. Is dat iets waar je heel trots op bent? Was ook wel heel veel kritiek op van mensen die zeiden, ja, dan gaan mensen van 18 gaan dat dan verbrassen. Ik denk dat je jonge mensen dan niet dan onderschat. Dus één, de plannen zijn tot je 23ste gebruik het voor school. En vanaf je 23ste kun je het bijvoorbeeld gebruiken voor een start-up, voor je bedrijf. Wij zeggen, we willen gewoon investeren in jonge mensen. Ik vind dat een heel mooi plan. En ik vind het ergens ook wel jammer dat daar dan zo cynisch over gedaan wordt. Hoe komt het dan dat daar zo cynisch over gedaan wordt? Zit dat in de media? Zit dat in de... Jij stelt die vraag nu ook. Dus ben jij er cynisch over? Nou, in het begin was ik daar wel cynisch over. En toen is dat plan volgens mij aangepast. Dat pas vanaf 23 jaar is. Dat het geld de eerste 5 jaar dus gelabeld is. Je moet het in de studie stoppen. En toen dacht ik, oh ja, het is nu een soort vervanging eigenlijk. Een soort versimpeling van de studiefinanciering. En toen snapte ik het wel. Maar ik denk dat mensen het idee van gratis geld. Dat ze bij GroenLinks al het idee hebben. GroenLinks, de partij van gratis. Die gaan altijd met geld uit helikopters strooien. Het grappige is, als je dan naar ons doorrekening kijkt. Staatsschuld bij andere partijen, bijvoorbeeld bij D66, gaat veel meer omhoog. Dus wij zijn eigenlijk best wel netjes met de centen. Maar mensen geloven dat niet. Dat je dus en super links kan zijn. En heel groen. En mooie plannen kunt hebben van Nederland. En je hoeft mij niet te geloven. Kijk gewoon naar de doorrekeningen. Kijk wat andere verschillende partijen klinkt doen. Voor heel veel mensen klinkt het dan dat bij GroenLinks, ja, dat zal het mooi om waar te zijn. Ja, maar het is ook gewoon heel goed. Mooi. Daarom, ja, nee. Soms is het leven heel simpel. Hoe gaat het interview zover? Ben je al verveeld? Het gaat wel een beetje alle kanten op, moet ik zeggen. Ik heb met een grip in de comments. Iemand zegt, je moet het even over jou gaan hebben, Roel. Ja, mag ik een vraag stellen, Roel? Zeker. Jij hebt nu met allemaal politici gegamed, maar wat valt jou nou op aan al die gesprekken die je voert? Wat me zo opvalt is dat al die politici, als je ze wat langer spreekt, dat je eigenlijk iedereen is wel sympathiek en voor iedereen valt er wat te zeggen. Dus dat valt me op, dat iedereen komt er eigenlijk na een uur gamen, komt iedereen eigenlijk best wel sympathiek vanaf. Het zijn allemaal leuke mensen. Ja, het zijn eigenlijk allemaal wel leuke mensen. Dus als je zeg maar, het cynische in de politiek valt dan eigenlijk wel mee. Waar komt ons beeld dan vandaan? Als mensen heel ver bij de politiek vandaan staan en dus de politiek heel ver weg is, dat mensen ook cynisch maakt.
Iemand zegt, kan ze ook vertellen over haar leuke zusjes. Je hebt ook op je Twitter heb je ook staan. Tante en zus, een grote zus. Dat staat in je Twitter-bio. Dat vond ik ook zo opvallend. Ja. Dat vond ik heel erg apolitiek. Gewoonlijk zetten mensen in een Twitter-bio, weet ik veel, wereldverbeteraar of econoom. Maar dat jij er juist zoiets iets familieachtigs in hebt staan. We vergeten, en ik denk dat we dat zeker met mensen in de politiek vergeten. Je bent meer dan alleen maar de persoon voor je partij, weet je wel. Je hebt een leven, je hebt allemaal facetten. En ik vind het heel belangrijk dat al die facetten van jezelf een plek hebben. En dat je mensen niet terugbrengt tot één dimensie. Nou, grote zus zijn is voor mij echt heel belangrijk. En ik heb gewoon heel veel lol met mijn zusjes. Ja. Soms zijn ze knijterditant, maar meestal zijn ze echt super fijn en gezellig. Jij wilt er ook voor waken dat je alleen maar Senna Matoeg de politicus bent. Of Senna Matoeg de econoom, toch? Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Weet je wel, als je dan zo iemand nieuws ontmoet. Van hey, wat doe jij? Dat dan de vraag is. Wat heel vaak alsnog de eerste vraag is. Ja, terwijl eigenlijk is dat toch het minst boeiende. En dat lijkt me dus risicovol als je zo bij zo'n politieke partij gaat. Dat je heel snel, oké, Senna Matoeg van GroenLinks. Past in het GroenLinks hokje. Het is zo'n soort vrouw. Hoppakee, klaar. En we weten wat voor iemand Senna Matoeg is. Maar Roel, laten we dan nu gewoon afspreken. En dan niet alleen voor politici, maar voor iedereen. Laten we onszelf alsjeblieft. Mensen zijn zoveel meer. Wees nieuwsgierig naar elkaar. Mensen zijn veel meer dan hun werk, dan hun rol, dan hun gezin, dan hun stad, dan hun achtergrond, dan hun geslacht, dan hun seksualiteit. Ja. Dan, weet je wel, het is zo. Al die dingen zijn een onderdeeltje van je, maar je bent niet één ding. En het is zo simpel en plat om mensen terug te brengen tot één ding. Ja. We gaan langzaam afronden. Hoe vond je het, Senna? Het was een beetje een rommelige, want ik zat ertussen. Nou ja, sorry. Het spel was niet goed. Het gesprek ging alle kanten op. Dat was echt niks. Ik ben doodgemaakt. Ik ben niet één keer de imposter geweest. Ik vind het gewoon jammer. Ik had gewoon zin om de imposter te zijn. Ik heb wel de les. Laten we dan deze avond eindigen met een les. Mm-hmm. Doe niet twee dingen tegelijkertijd. Kies voor focus. Ja, hè? Mooi. Is ook misschien ook een mooie politieke les. En dan om daar even mee af te ronden. Hoeveel zetels gaat GroenLinks scoren? 17 maart. Kijk, verkiezingen. Ja. We beginnen allemaal op nul. Vandaag is de stembus open gegaan. Exact hetzelfde als Dylan afgelopen donderdag. Je merkt wel zo na 5 afleveringen gamen met politici dat er van die vaste dingen zijn die politici altijd zeggen. We beginnen allemaal sommige op nul. Sommige dingen zijn een cliché omdat ze waar zijn. Ja, oké. Okay. Dus ik zeg alsjeblieft ga stemmen. App je vrienden. Check het bij je ouders, de buren. Roep iedereen op om te gaan stemmen. Kijk, verdiep je. Als je vragen hebt, stuur me een berichtje. Maak je keuze inhoudelijk. Wat je ook doet, ga stemmen. Dankjewel, Senna. En ik ben heel benieuwd hoe je het gaat vinden de komende 4 jaar in de Kamer. En ik hoop dat het je lukt om buiten alle hokjes te blijven. En dat je meer wordt dan alleen maar de nummer 5 van GroenLinks. Ja, en de streber in mij die wil over een paar maanden rematchen Among Us. Ja, dat is maar goed. Dan zonder interview en alleen een potje. Maar dat regel ik wel gewoon met de mensen thuis. Dan gaan we met de GroenLinks-fractie. Senna Matoeg, onwijs bedankt. En fijne avond. Doeg!